deze week aandacht voor enkele bijzondere mensen die met hun eigen bedrijfje zijn gestart. Vaak hebben ze, nota bene in deze moeilijke tijd, de zekerheid van een vaste baan verruild voor een nieuw avontuur. En vandaag zijn we op bezoek bij de startende ondernemers Aad en Esther uit Schavenzande. Want zij hebben een bedrijf in slakken. Aad en Esther kwamen op het lumineuze idee om daar kroketten van te maken. Ja, slakkenroket. Waarom? Omdat we zelf telen in Portugal en in Nederland was het heel moeilijk om die slakken te verkopen. En zochten wat echt voor de Nederlandse markt en slakken of kroket echt iets Hollands. 4 jaar geleden kon Aad het slakkenbedrijf van zijn vader overnemen in Portugal. En sindsdien verkopen ze slakken door heel Europa. Behalve Nederland. Wij houden niet zo van slakken. Een flinke uitdaging dus, die slakkenkroket. Maar we hebben al de sprong gemaakt om naar Portugal om daar slakken te gaan telen. Ja, en we verkopen al de slakken, dat gaat eigenlijk overal heen. De slakken zelf, vanuit Portugal, Luxemburg, andere landen. Alleen, nu willen we in Nederland en daar willen ze niet hebben, maar wel een kroket voor hem. En dat gaan we promoten het komend jaar. We laten de slakkenkroketten proeven door 2 gerenommeerde chefkoks. Is een slakkenkroket echt nieuw? Ja, ik denk het wel. Is Nederland wel klaar voor een slakkenkroket? Ja, denk het wel. Vertrouwd. Ja. Vertrouwd? Ja, het zit in een vertrouwd jasje. Heb je al iemand gehad die het gewoon goor vond? Nee. Tot nu toe doen we nog niet, nee. Het is wel voor onze categorie restaurant is het wel een zeker wat leuks om mee te gaan doen. En daarin gaat hij dan. Heet. Ik moet zeggen dat het wel erg smaakvol is. Het is wat zachter ook qua als je een normale kroket hebt eigenlijk. Dit is wat smaakvoller. En er zit ook echt wel wat in. Heerlijk. Ja. Ik proef toch wel de slak aanwezig. Ja, die donkere stukjes is de slak. Ik ga er nog één nemen. Ik krijg er ook wel trek in eigenlijk. Als we 10 op een dag doen, dan gaat het hard. Er wordt alleen nu nog niet echt verdiend met de slakkenkroket. Ik heb mijn baan opgezegd om alle tijd en energie hierin te steken. En zodat het een succes gaat worden. Ja, levert de kroket al wat op? Momenteel niets, nee. Het levert momenteel van mijn spaargeld. Dus we gaan er gewoon voor, zodat het binnenkort tot echt gaat lopen. En komt de slakkenkroket op het menu bij deze chef Cox? Ah, ik denk sowieso gaat dat doosje vandaag nog leeg, denk ik. Ja, ik zou dat zelf ook wel op bestellen. Maar ik vind het wel een heel mooi product om ook te gebruiken voor partijtjes en feestjes. Borrelavonden, om dat te serveren. De deal is gesloten. Weer een klant voor de slakkenkroket. Geslaagd. Op naar de volgende. Even op z'n Westlands. Helemaal goud. Ja, super ding. Morgen in de serie van de baan, de nieuwe carrière van soapster Dominique.